Hey, goeiedag allemaal. Vandaag is het Pasen. En wederom in het kader van Ik Lees Thuis, ik heb het jullie beloofd, dat gekke boek. En een boek heet Karel het Kuiken. Het is een pop-up boek. Het is al een hele oude. Hij valt bijna uit elkaar. Hij is van mijn oudste geweest. Daar heb ik hem voor gekocht. En het is een heel leuk paasboek, vind ik zelf. Nou, luister. Karel het Kuiken eet heel veel gerst. Daarom, kijk, heeft hij ook zo'n hele grote, dikke, wat heeft Karel dan? Oh, buik! Hele dikke buik. Karel het Kuiken eet heel veel tarwe. En daarom heeft hij ook zo'n grote, sterke, ja, wat zou er komen? Wow, snavel! Karel het Kuiken eet heel veel mais. Kijk. Zie je hoeveel mais die eet? En daarom heeft hij ook van die hele grote, sterke poten. Grote poten, hè? Maar vind je Karel het Kuiken groot? Ja, volgens mij wel, hè? Als je al die plaatjes hebt gezien. Nou, als je Karel het Kuiken al groot vindt, kijk dan maar eens naar zijn hoppa. Moeder! En daar is Karel. Helemaal onderaan. Mama! Kip! Superleuk boekje. En vooral als je het uitklapt, die pop-ups, die brengen het echt tot leven. Als je dan inderdaad zegt tegen je kind. En daarom heeft Karel het Kuiken zo'n hele grote, dikke buik. Wop. Kijk, van de zijkant kun je het goed zien. Wop. Hoe dat naar voren komt. En dat geldt hetzelfde voor die onwijze snavel. Kijk. Zo ziet hij in het boekje dan. Hap. 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 Heel erg leuk boek. En ik keek gisteren op internet. Er zijn nog meer Karel het Kuikens uit die serie. Het is geschreven door Nick Denchfield en Ant Parker. En er zijn er nog meer in de serie. Dus ik dacht dat deze is namelijk uit 1997. Dus dat was een behoorlijk oude. Maar hij is gewoon doorgegaan met het maken van leuke Karel het Kuiken boeken. Dus er is nog een serie van verkrijgbaar. Ik zou zeggen, kijk ook eventjes of die als e-book, wou ik zeggen. Nee, dat heeft natuurlijk geen zin, want het is een pop-up. Of die in de bieb te leen is. Zo niet, je kunt hem gewoon nog bestellen. En volgens mij de hele nieuwe serie van Karel het Kuiken. Ook nog hele leuke felgekleurde boekjes. Deze is blauw met geel. Maar ze zijn er ook in knalroze met groen. En alle variëteiten. Nou, ik heb nog geen paasbrunch op. Dat ga ik zo doen. Mijn kaneelbrood staat in de oven. Dus daar ga ik straks verrukkelijk van genieten. Ik wens jullie een hele fijne eerste paasdag toe. En morgen ben ik er gewoon weer. Want ik ga door. Ik vind het gezellig om jullie iedere dag iets voor te schotelen. En dit keer was het een heel leuk klein pop-up boek. Ik hoop dat jullie het gezellig hebben gevonden. De bibliotheek is natuurlijk te vinden. Het filmpje, de filmpjes op YouTube. Op de website zelf kun je allerlei tips vinden. Wat je dus inderdaad ook in de paasdagen kunt knutselen met het e-lab. Allemaal leuke tips komen er voorbij op Facebook van de Wiep. En ja, resterend wordt er ook zat aangeboden. Hele fijne eerste paasdag. En geniet nog even na van die gekke Karel het Kuiken. Doei!